Annelies van Vianen, dank voor de uitnodiging in jouw fraaie huis op de Heergracht in Amsterdam. Ik ga jou interviewen in het kader van het Oral History project van het ADNG. Waarin inmiddels nou geloof ik meer dan 80 emeriti, vooral uit de psychologie, onderwijskunde en de pedagogiek terugblikken op hun carrière. En hopelijk ook nog een beetje vooruit gaan blikken op het vak. Ik ga straks met jou hebben over de arbeids- en organisatiepsychologie, waar jij een hoogleraar geworden bent. De interviews beginnen altijd steeds met of jij kort iets kunt vertellen over jouw achtergrond, waar je bent geboren, milieu waarin je bent grootgebracht, lagere school, middelbare school. En dan zullen we langzaam overgaan naar de universiteit. Ja. Dus je wilt dat ik nu van start ga met mijn jeugdjaren. geboren in Leiden, yeah. 1953. Als derde kind in een gezin. Ja. Wel een soort, een beetje uniek in die zin dat mijn ouders al echt op leeftijd waren. Mijn moeder was nog net 44, maar werd bijna 45. Ja. En mijn broer en zus daarvoor zitten ongeveer tussen mijn zus en mij zitten al 3 jaar. Maar in 3 jaar tijd hebben ze dus boven haar 40ste levensjaar 3 kinderen gekregen. Waren allebei, laat ik het zeggen, wel oké en gezond, maar toch allerlei problemen, zou ik maar zeggen. Yes. Dus ik denk ook altijd, ze zijn heel laat getrouwd, ze hebben ook wel laat gevonden en hebben nooit gedacht meer dat er kinderen moesten komen, maar de pastoor kwam en zei dat dat wel moest. Dus, ze waren wel katholiek. Katholiek, heel erg katholiek. Ja. En dus... Ja, zijn niet, eigenlijk niet de mensen, hoe zeg je dat, om kinderen te hebben. Ja. Beetje raar om te zeggen, maar dat heeft er ook in geresulteerd dat op een gegeven moment mijn moeder naar het ziekenhuis moest vanwege een toestandje aan haar. En toen ben ik op mijn 6e, samen met mijn zus, 3 jaar oude zus. Ja. Naar een meisjespensionaat gegaan. Ja. In Leiden ook? Nee, in Oudewater. Bij de nonnen in Oudewater. Daar gingen we naartoe. Daar heb ik met mijn zusje 6 jaar gezeten. Ik 7 jaar in totaal. Lagere school heb je daar dus. Lagere school, maar ook een klein stukje van de middelbare school. Ja. Daar leefde je intern, daar sliep je helemaal intern. En in het weekend ging je naar je ouders? Nee. Daar moet ik af en toe nog wel eens aan denken als ik nu naar kinderen kijk. Nee, toen ik daar kwam bijvoorbeeld, ik arriveerde daar. En toen zag ik mijn ouders pas weer 4 maanden later, in de kerstperiode. En dan de volgende periode was dan weer de Pasen. En je had natuurlijk geen smartphones of nee. Dus je had weinig contact met je ouders? Niet, want er was ook geen telefonisch contact. Behalve dat mijn moeder mij dan, of ons, elke week een kaartje of een brief stuurde. Dat wel. Ja. Maar je had dus eigenlijk niet de support van ouders of wat dan ook. Ja. Nou, daar zat je dan in een groep met 33 kinderen, dat weet ik nog goed. Ja. Omdat mijn zus en ik ook in de eerste... Ja. maanden met z'n tweeën in een bed moesten slapen, in een eenpersoonsbed. En daar leefde je volledig. En kwam ook niet uit het internaat, behalve, net zoals dat met een schoolklasje, dat je dan in een schoolklasje zo af en toe het dorp in kon lopen. Ja. Maar het was ook een volledig gesloten, omgeving. Vond je het moeilijk als klein kind? Het opvallende was, mijn zus was 3 jaar ouder, maar die had het verschrikkelijk moeilijk. Die enorme heimwee, onzeker kind. Dus ik had een beetje, ik heb het goed doorstaan, laat ik het zo zeggen. Maar ik heb altijd wel een beetje, de opdracht gehad om ook voor haar te zorgen. Je zou denken, het is andersom. Al een heel jonge leeftijd was je daar bewust van? Ja, zeker. Want toen we al iets ouder waren, ik denk dat ik 1 jaar of 8 was en zij dus 10, 11 jaar, moesten we ook zelf er naartoe reizen. En dan naar dat internaat toe, met 3 bussen, want op een gegeven moment deden mijn ouders dat ook niet meer.
En dan was ze vreselijk ziek en misselijk in de bus. En dus daar groeide ook dat idee van, oh, ik moet haar beschermen en een beetje voor haar zorgen. Dus, en dat is ook altijd wel zo gebleven. Maar goed, ik deed het goed op school. En ik heb later me dan wel eens verdiept in dit thema, hoe kinderen internaten overleven. Want dat was ook best wel een harde omgeving. Ja, geef eens een voorbeeld. Er werd met kinderen toch niet op een zachtzinnige manier omgesprongen. Door de nonnen? Ja. Ik bedoel, het klinkt cru, maar ik ben letterlijk de trap afgegooid, zeggen. Kinderen die in bed plasten, die gingen ze vaak en dan gingen ze vreselijk tekeer en dan werd zo'n kind naar de badkamer gesleept. Dus dat zijn wel nare dingen, maar ik zeg altijd, er was wel een soort balans, er waren ook leuke dingen. En ik denk dat ik daar veel van geprofiteerd heb uiteindelijk toch. En er werd wel feest gevierd, er werd aandacht besteed aan Sinterklaas of kerst of dat soort dingen. Dat waren dan van die momenten dat het heel leuk was. En veel buitenspelen met leeftijdgenoten. Dus dat was, dat. Maar wat ik zei, ik heb me daar later nog eens in verdiept, omdat ik het wel interessant vind. Omdat sommige kinderen beschadigd uit die periode tevoorschijn komen, zoals mijn zus. Die heeft daar letterlijk echt een beetje een trauma aan overgehouden. Maar ik dus niet. En wat ik heb begrepen en waar ik ook wel in geloof, is dat heb ik toch een beetje te danken aan het feit dat ik het zo ontzettend naar mijn zin had op school. Dat je leren leuk vond? Leren vond ik leuk. Het ging me makkelijk af. Ik genoot daarvan. Ik heb altijd graag geleerd en gestudeerd, gelezen. En daar heb je dan een hele mooie escape in. Het was wel een soort vlucht of zo? Of een ja, een soort houvast, een soort bevredigend gevoel van daar heb ik plezier in elke dag. En dat was voor mij dus niet zo. Dus ik denk dat dat een enorm verschil is ook. En dat is ook, heb ik later wel eens onderzocht, of tenminste uitgezocht, ook al uit onderzoek gebleken, dat kinderen die het goed doen op school, overleven ook dat soort situaties beter. Dus al met al heb ik er niet iets aan overgehouden, laat ik het zo zeggen. Miste je ouders wel? Dat is zo raar. Het is bijna niet uit te leggen, maar in die periode accepteerde je als kind gewoon dat de situatie zo was zoals die was. Dus het idee, je ouders missen jij elke keer als ze dan die datum zagen aankomen dat we weer er naartoe moesten in vakanties. Dan had je van dagen van tevoren al buikpijn, zal ik maar zeggen. Wel. Maar op een gegeven moment, als je dan die stap had genomen, je was daar weer. Dan accepteerde je gewoon. Dat is ook niet iets wat je ouders verweten hebt later? Ik zie het in hun situatie meer als onvermogen. En echt niet als een je kinderen de deur uit willen doen. Of slechte ouders. Meer. Zij hadden absolute gedachten, daar zijn ze beter af, daar wordt er beter voor ze gezorgd, betere school. Want zij wonen op een dorp, Oude Wetering, Roedewaarsveen. Klein dorpje met een kleine gemeenschap. En mijn moeder had vooral ook altijd al het idee, maar daar zitten ze beter, krijgen ze beter onderwijs. Dus dat wel. Nee, ik heb het ze nooit verweten. Nee, omdat het intrinsiek lieve ouders in principe wel zijn. En wat deed je vader voor werk? Drogist. Hij was drogist. Ja. En je moeder werkte ook in de zaak? Precies. Dus mijn vader, dat was in die tijd zo, ging vaak ook op pad met zijn spullen en naar al die boeren in de omgeving brengen. En dan zorgde zij voor de winkel. Dus zij was ook eigenlijk al een half werkende vrouw ook. Meisje internaat afgelopen, toen ging je naar middelbare school, toen ging je weer terug? Toen einde lagere school, toen moest ik naar de MULO. Want in Oudewater was er alleen maar een MULO. En het terwijl werd je mij intellectueel niet meer aankomt waarschijnlijk. Zeker. Dat weet ik nu al. Zeker.
Maar die andere school was in Gouda en het werd mij gewoon verboden om met de bus naar Gouda te gaan. Door je ouders? Besloten op dat internaat, dat kon niet. En dat überhaupt werd, dat was toch wel een randje aan mijn school, carrière daar. De nonnen konden ook niet zo waarderen dat ik zo goed kon leren. Er werd vaak tegen mij gezegd, je bent arrogant, je hebt het hoog in je hoofd. Wees jij nou maar een beetje bescheiden. Dus ik vertel wel eens ook thuis aan mijn kinderen van, nou, dan kwam ik daar die eetzaal binnen. En dan dacht ik bij mezelf, oh, ik moet bescheiden zijn. Dus dan deed ik maar mijn hoofd naar beneden. Ja. Want dan, om te laten zien dat ik niet te arrogant was. Ja, ja. En dus ik denk dat het gewoon, het werd daar niet gezien als iets wat belangrijk was of wat moest gebeuren. Of nee, zij moest maar gewoon naar de MULO. Had die houding van de non ook invloed op jouw geloofsbeleving van het katholicisme? Of? Ja, hier als kind, we gingen natuurlijk frequent naar de kerk. Elke vrijdag biechten naar de kapel, waar de nonnen met de armen in de hoogte zaten. Dus dat zijn allemaal wel beelden die in mij zitten. Ja. Ik heb nog steeds, als ik ergens kom, moet ik naar een kerk toe om te kijken. Ik ben niet gelovig. Ja, ik herken dat. Ik heb ook maar dat is gewoon zo'n imprint. Dat is, dat speelt. Ja. Ja. Maar goed, die school, op de MULO werd natuurlijk steeds manifester dat ik daar niet op mijn plek was. En toen kwam er een periode waarin ook een einde kwam überhaupt. En ze gingen dat hele internaat daar, pensionaat moet ik zeggen, opdoeken. Dus op die manier liep dat eigenlijk ook geleidelijk af. En toen ben ik naar de middelbare school, naar de HBS B in Leiden gegaan. Ja. Ja. En dan voel je intellectueel veel beter op je plek zitten. Ja. Wat was je voor leerling op de middelbare school? Nieuwsgierig? Je las veel? Ja, lezen, maar ook wel echt genieten van die hele sfeer op die middelbare school. Ik zat op een jongensschool. Toen nog volledig jongensschool. Ja. Dat was wel als apart. Als een van de weinige meisjes? Niet een van de weinige. Er waren al een paar meisjes. Je ging van een meisje-internaat naar een jongensschool. Ja, heel interessant. En mensen vragen vaak aan mij, was dat een verschil? En ik zeg altijd, nee. Dat is niet zo'n verschil. Nee. Nee, dat wordt ook wel eens gezegd, hè, dat het zelfs gunstiger is om meisjes en jongens niet te mengen. Ja. Want als je onder de meisjes is er ook niet iets als er zijn jongens-meisjes verschillen. En dus toen ik bij de jongens kwam, had ik die aanname ook totaal niet. Ja. Had daar geen last van. Ik had trouwens natuurlijk ook een broer waar ik het verschrikkelijk goed mee kon vinden. Uh-huh. Dus een goede relatie mee. En dus jongens, dat was voor mij niet iets anders of zo. Piece of cake gewoon. Nee, ja. Ja. Dus ik genoot heel erg van dingen organiseren met op die school. Ik weet hoeveel ontzettend plezier ik daar ook weer naartoe ging. Elke dag met de bus. Je bent naar Leiden, ben je psychologie gaan studeren? Wat was de reden dat je voor psychologie koos? Het ging anders. Ik ging pedagogiek studeren. Ben je pedagogiek? Ja. Waarom, dat weet ik ook niet zo precies. Maar dat is misschien dan toch nog wel. Ik weet wel, ik vond wiskunde erg leuk. Ja, want je HBSB had je gedaan. Ja, en ook scheikunde vond ik erg leuk. Ja. Ik heb ook nog gedacht aan de studie medicijnen. Ja. Maar toen ben ik op een stage gelopen en toen dacht ik, oh nee, no, never nada nul. dat ik mijn leven ga doorbrengen in een ziekenhuis of zo. En toen had ik wel, denk ik, ook het idee van, ik was wel goed in wiskunde, maar niet de top. Dan ontstaat dat idee van, ja, misschien moet ik dat toch maar niet doen. En dan merk je ook als meisje dat dat ook uitzonderlijk is. Ja. Dus laat ik dat maar niet doen. Maar ik heb altijd wel zo'n soort hang naar het een beetje exacte gehad. Dat wel, ja. Was je de eerste trouwens uit jouw familie die naar de universiteit ging?
Ja, ik had nog een oom die heeft natuurkunde gestudeerd. En daar zijn alle natuurkundeboeken ook in mijn tijd. Van Vianen en Schwerts. Hij was een natuurkundeboekenman. Geschreven, dus op school had ik ook gelijk dat imago van, oh god, zij is die van Vianen. Van, dus dat wel. Ja. Maar hij was ook al uitzondering. Ja. Terwijl ik er echt van overtuigd ben dat mijn ouders, als die kansen hadden gehad, veel anders hadden kunnen doen. Ja, ja. Maar die zijn ook, mijn moeder was de oudste meisje uit een gezin van 8 kinderen. Moeder jong overleden, werd van de lagere school gehaald. Slimme vrouw, kon fantastisch schrijven. Hoe vonden jouw ouders dat je naar de universiteit ging? Heel bijzonder wel. Heel bijzonder. Mijn vader moest eraan wennen, want zijn eerste reactie was, ja, je hebt nou een middelbare school gedaan, je moet maar schroeversopleiding of zo gaan doen. Secretaresseopleiding. Ja. Dus, maar toen heb ik zelf gezegd, nee, zeker niet. Ik wil gewoon graag doorstuderen. Dus die manier, ja. Maar pedagogiek werd het dus? Werd het, ja. Vond er niks aan. Ik zeg het gelijk. Waarom? Ik dacht, hier leer ik niks. Te weinig exact of zo? Of te, ja, dat. Zweverig? Zweverig, niet gefundeerd. Daar kwam je al snel achter. Ja, om al snel te vervelen. Dus ik heb ook vooral die eerste jaren genoten van het studentenleven. En gewoon wel met tentamens gehaald hoor, dat wel. Maar ik heb achteraf enorme spijt gehad dat ik ook colleges statistiek miste. Omdat het een periode was, ik vond het allemaal zo niks. De statistiek was dan nog wel leuk, maar dat deed ik dan zelf uit de boeken. En dacht, dat lukt wel. En dat lukte ook wel. Maar nee, dus op het moment dat ik een studiekeuze moest gaan maken voor, zeg maar, toen heette dat nog na je kandidaat, wat nu dan master is. Toen ben ik onderwijskunde gaan studeren, omdat dan nog de meest, op dat moment de meest exacte richting was. En ook, had dat nog een relatie met jouw oom, die onderwijskunde boeken schreef over natuurkunde? Nee, totaal niet. Het was puur dat ik toen al dacht, ik vind onderzoek doen leuk. Als ik dat wil, en dan een beetje gefundeerd, dan moet ik dat doen in de onderwijswetenschappen. Hoe kwam je erachter dat je onderzoek doen leuk vond? Weet ik niet. Misschien toch door de ook daar weer statistiek leuk vinden. Onderzoeksthema's interessant vinden. Niet een bepaald vak dat je volgde of een bepaalde docent die jou inspireerde tot onderzoek te gaan doen? Of? Nee, nou, nogmaals, het was een soort negatieve keuze bijna, omdat ik eigenlijk al het andere om me heen, ik vond eigenlijk geen wetenschap. Ik dacht, waar gaat dit over? Daar gaat nergens over. En mijn partner, ik ben al heel jong, hoe zeg je dat? gaan samenwonen, op mijn 18e al. Ja. Met mijn huidige partner nog steeds. De liefde van je leven. Ja, maar die studeerde orthopedagogiek. Nou, dat vond ik een slap gedoe. Dat zal leuk geweest zijn dan. Nou, goed. Hij had er ontzettend plezier in. Hij heeft zich later ook op een hele andere manier ook weer ontwikkeld. Dus is ook allemaal hele andere kant op gegaan. Maar, dus ik dacht, nou, dat al helemaal niet. Dus misschien meer zo. Als ik heel eerlijk ben, ging het zo. Onderwijskunde beviel al beter. Ik heb ook, ben op een gegeven moment afgestudeerd, ook op een heel, vond ik ook wel uitdagend onderwerp, wat ik zelf aanbracht en waarvan mijn begeleider zei, dat is allemaal onzin, dat moet je niet doen. Ik ben naar Delft gegaan en heb onderzoek gedaan met leer-leesprocessen bij kinderen. Dat kwam ik tegen, Met een oculometer. Ja, dat en ik was de eerste in Nederland die een oculometer, als een oogmeting, gebruikte bij kinderen. Nee, ik kwam dat tegen als jouw allereerste publicatie uit 1978. Ja. En toen vroeg ik me wel af, wat is een oculometer? Maar dat was een... Ja, dat bestaat nog steeds. Het is een oogmeterapparaat waarbij je kunt zien
hoe kinderen over de tekst lezen en die tekst opnemen. Je volgt oogbewegingen. Oogbewegingen en precies zie je ze verspringen en hoe lang ze ergens op blijven staren. Ja, ja. En daarna deed ik dan een testje. Na verloop van tijd, wat ze van die tekst hadden onthouden. Ik vond het zelf, ik had het zelf verzonnen. Heel leuk onderzoek. Ja, mijn begeleider zei toen, wat een onzin. Ja. Leesleerprocessen met oogmetingen, wat een idiotie. Dus die weigerde me te begeleiden. Maar toen kwam er een nieuwe docent vanuit Amsterdam en die wilde dat dan wel doen. Ja. Want ik bleef hardnekkig volhouden dat ik dat wilde doen. Ja. En waar komt die hardnekkigheid vandaan? Ja, toch zo niet. Nou, een beetje ook die hang naar graag toch ook wel met wat exacte dingen bezig willen zijn. En ik vond dat heel spannend. Het was ook heel spannend. Want ik moest die kinderen van school meenemen naar een laboratorium. Ja. Had ik een helm ontwikkeld om ze die op te zetten. En dan moesten ze doodstil blijven zitten natuurlijk voor die teksten lezen en dat was toen nog allemaal niet zo geavanceerd als nu. Dus ik moest ze min of meer vastklemmen in die stoel. Wat toch een onnatuurlijke manier is om voor kinderen te lezen. Een jaar of 10 waren ze denk ik, 9, 10 jaar. Ik moest toestemming vragen natuurlijk van de ouders. Ik voelde me verschrikkelijk verantwoordelijk voor om ze te vervoeren. Een hele spannende onderneming hoor, was het. Dus maar heel leuk. Ja. Maar je had dat ook meteen gepubliceerd in het tijdschrift voor onderwijs? Ja, heb ik ook op mijn eentje gedaan. Want ook mijn begeleiders ik dacht, dit is toch hartstikke leuk onderzoek en interessant. Je zal niet heel veel studenten maken een publicatie van hun afweeronderzoek. Ik denk niemand in mijn tijd. Nee. Waar kwam die ambitie vandaan? Weet ik niet. Ik vond het hele schrijfproces. Ik heb hem nog als zo'n dik ding van mijn these. Vond ik heel leuk om te doen. En ik vond het ook, ik dacht zelf, dit is de toekomst. Natuurlijk moeten we dit soort instrumenten gaan gebruiken om menselijke processen te onderzoeken. Ja, ja. Nou, de huidige tijd heeft dat wel bewezen dat dat zo is. Ja. Ik had ook niet gelijk een baan, moet ik erbij zeggen. Het was een hele moeilijke tijd om werk te vinden. Grote werkloosheid. Dus ik dacht, ik ga dit aanbieden bij een Nederlandstalig wetenschappelijk tijdschrift. Toen was het natuurlijk nog niet zo de traditie van het Engelstalig publiceren. Als student schreef je ook nog niet Engelstalig. En je bent in die periode ook psychologie gaan studeren. Ik kreeg toen uiteindelijk een onderzoeksbaan. Dat bij een groep bij psychologie. En dat was gesubsidieerd onderzoek vanuit het ministerie van Onderwijs. En dat ging over deeltijdarbeid in het onderwijs. Het was een onderzoek naar, kun je als het ware, in de tijd was toen nog in opkomst duo-banen. Dus dat onderwijzers hun baan delen. Hoe wordt dat ervaren door kinderen, leidinggevende, besturen? Zo'n soort onderzoek van hoe is dat te realiseren? Nogmaals, er was een enorme werkloosheid. Ik was hoogzwanger. Dus ik solliciteerde wel op wetenschapsbanen. Maar er werd mij in die periode, ik heb bij onderwijskunde natuurlijk ook gesolliciteerd. Daar kenden ze mijn prestaties. Maar ik ga geen naam noemen, maar de toenmalige docent waar ik toen bij solliciteerde, zei toen, ik neem geen vrouwen die zwanger zijn, want dat is mij een veel te groot risico. En toen zei ik, maar je hoeft daar helemaal niet bang voor te zijn, want ik heb al lang met mijn partner afgesproken dat we de boel echt gaan delen met z'n tweeën. Dus gewoon uitgesloten. Ik ben nog niet eens uitgenodigd voor het gesprek of wat dan ook. Dus ik werd eerlijk gezegd al wanhopig dat niet ging lukken. En toen deed deze kans zich voor. Grappig genoeg via een
collega-student uit die tijd, maar die al wel wat verder was en ouder was dan ik, maar mij wel min of meer kende. Ja. En die daar ook werkte. En die heeft me eigenlijk, en daar vertelde ik hem dit aan, en dat ik zo graag onderzoek wilde doen. Toen zei hij, nou, ik heb wel wat voor je. Ik ga proberen om me erin te krijgen. En zo is het toen gebeurd. Ja. En zo kom je bij de faculteit psychologie terecht. Ja. Ben je niet afgestudeerd in de psychologie dan? Nee, afgestudeerd in de onderwijskunde. Omdat onderwijskunde toen ook een afstuderen richting was voor psychologen en voor pedagogen, werd dat toch min of meer als hetzelfde beschouwd. En was dat een promotieplek? Werd dat ook een promotieplek? Dat werd geen promotieplek. Ik ga weer iets wij spreken negatief zeggen, maar ik vond ook het onderzoek niet het allerboeiendste onderzoek wat er is. Omdat het ook weer een beetje plat, meer inventariseren is van wat onderwijzers denken en menen en dat soort dingen. Maar toen, omdat ik in die groep zat, kwamen er wel meerdere projecten binnen en ik begon mij al langzamerhand te interesseren voor man-vrouw verschillen. Mede natuurlijk op grond van mijn eigen ervaringen ook wel. Ik gewoon merkte van, ik heb geen kans op een carrière in de wetenschap, omdat men plain tegen mij zegt dat... Die man, ik neem aan, die de naam niet wil noemen, waar ik natuurlijk wel nieuwsgierig naar ben, maar zorgde dat ook voor een soort motivatie of zo? Zeker. Het werd me langzamerhand wel heel duidelijk. Ik merkte ook in mijn eigen omgeving, om maar een ander voorbeeldje te noemen, waar ik me al heel boos over werd. Mijn partner studeerde dus orthopedagogiek. En degene daar, die werd daar hoogleraar en ging ze oratie houden. En binnen de orthopedagogiek groep was er natuurlijk man zijn, dat was een unicum. Allemaal vrouwen en een paar mannen. Uitsluitend alle mannelijke studenten werden uitgenodigd voor de oratie. En daar was ik al zo woedend over, dat ik dacht, wat is hier aan de hand? Wat is dit? En dan nog dus inderdaad mijn eigen ervaringen, dat ik dacht, Maar we zorgen dat ook voor een soort strijdbaarheid, een soort activisme bij jou? Zeker, zeker. Later ook met bewijsdrang of zo van de... Ik weet niet of het bewijsdrang is, maar wel zo'n drang om iets naast mijn werk ook te doen. Wat voor vrouwen, wat de emancipatie van vrouwen ook weghelpt. Dus ik heb altijd in emancipatiecommissies gezeten, voorzitter geweest. Ik heb een stichting opgericht, de Beauvoir Stichting. Dus dat ben ik eigenlijk mijn hele carrière door blijven doen, daarnaast. In demonstraties meegelopen. Allemaal dat soort dingen, zeker. Wanneer wist je dat je wilde gaan promoveren? Dat wist ik eigenlijk ook al gelijk, omdat ik dacht, als ik een loopbaan in de wetenschap wil, dan moet dat. Dat werd toen geleidelijk aan wel duidelijk en ik bleef die hang houden naar onderzoek doen. Dus dat was ook wel een intrinsieke behoefte. En toen zat ik in dat contractonderzoek. En eigenlijk in die tijd promoveren, je had nog geen AIO's, geen PhD-studenten. Die bestonden niet. Dus je moest dat doen naast je werk. Naast je aanstelling en je contractonderzoek. Toen kwam er dus een onderzoek naar loopbanen van vrouwen, of de selectie van vrouwen. Dus het hele item van vrouwen die moeite hadden om de wetenschap in te komen. En dat er discriminatie zou kunnen plaatsvinden bij selectie. Dat kwam toen naar mij toe. Dat project kwam binnen. Ook gesubsidieerd door Universiteit Leiden en ik geloof het ministerie van Onderwijs weer. En toen dacht ik zelf, dit is een promotieonderzoek. Hier ga ik mijn promotieonderzoek van maken. Enigszins een autobiografisch onderwerp ook. Tenminste, autobiografisch geïnspireerd. Is dat wel misschien ook wel zo? Het was natuurlijk gelijk een onderwerp wat me helemaal te pakken had. En wat me ook echt boeide, omdat ik dacht, hoe werkt dat dan? Wat gebeurt er dan in godsnaam? En waar zit hem dat nou precies in? Dus
Nou ja, en dat heb ik gedaan. En dat heb ik ook. Dus in eerste instantie was het een beperkte periode. Ja, ja. En, maar later heb ik nog extra subsidie erbij kunnen krijgen om dat ook werkelijk nog verder uit te bouwen. Ja. Ik moet erbij vertellen dat ik toen in die periode halftime werkte, want ik had 3 kleine kinderen. Ja, ja, ja. Allemaal beneden de 6 jaar. Ja, ja. En mijn partner promoveerde in diezelfde periode. Ja, we zijn ook letterlijk in hetzelfde jaar gepromoveerd. Dus we hadden een soort schema van allebei halftime werken. Ja. En in de weekenden wisselde de wacht, zodat de ander dan kon werken aan het promotieonderzoek. Ja, ja, ja. Dus op die manier probeerden we het te combineren met z'n tweeën. Er waren ook nog geen crèches natuurlijk in die tijd. Ja. Wel kinderpeuterspeelzalen, dus nou ja, goed. En met buren, met vrienden en uitwisseling van kinderen hebben we dat allemaal gered. Dat, En wie was jouw promotor? Of promotor? René van de Vlist, hoogleraar sociale psychologie in Leiden. Yeah. Yeah. Maar ik had meer aan mijn co-promotor, Tineke Willemsen, die later hoogleraar geworden is in Tilburg, vrouwenstudies. Zij was eigenlijk degene die, en Jacques Allegro trouwens, die was ook hoogleraar bij, maar die was bijzonder hoogleraar bij sociale psychologie. Maar ja, ook in die tijd. Ik geloof dat René van der Vlis mijn onderzoek pas heeft gezien op het moment dat zo'n beetje de dissertatie klaar was. Ja. Dus de echte begeleider was Tineke Willemsen op dat moment. Ja. Was zij, als je terugkijkt op jouw carrière, heb je ook leermeesters of mensen die jou heel erg hebben geïnspireerd in jouw ontwikkeling als wetenschapper? Of ja, dat is interessant. Nou, zij was wel voor mij een voorbeeld, want ze was natuurlijk een van de weinige vrouwen al toen in een aardige positie. Ja. Ze was zelf gepromoveerd, dus daar trek je je wel aan op. Ja. Wel belangrijk, denk ik. Ja, zeer belangrijk. Ja. Later, maar ik heb natuurlijk ook nog een tussenstap gemaakt. Later heb ik het meer moeten hebben van meer kijken, ook naar mannen. Ja. Hoe doen zij het? En dus meer het pak niet zozeer grootheden in de wetenschap of zo. Dat heb ik niet zozeer. Maar wel kijken naar mensen en denken, oh, maar dat wil ik niet. Dat heb ik ook gehad. Daar leer je ook heel veel van. Ja. En, zoals, geef eens een voorbeeld. Je hebt niet echt een intellectuele leermeester of zo. Of iemand die jou intellectueel heel erg geïnspireerd. Tineke Willemsen was meer als dat zij jou als vrouw inspireerde, hoe zij. Nee, maar intellectueel heb ik wel toch veel gehad aan mijn eerdere toenmalige collega, dat was toen Karsten de Dreu. Alhoewel, toen was ik zelf natuurlijk ook al UHD, maar goed, die is een stuk jonger dan jij. Die is jonger dan ik, maar wel heel briljant iemand ook. Een hele harde wetenschapper, tenminste letterlijk hard in de zin van plain dingen zeggen tegen je die ook niet deugen of die, dat ging, vond ik soms wel te ver, maar goed, dat is het onderwerp nu niet. Ik kan er zelf heel goed tegen, ik had altijd zoiets van, dat triggert mij nou juist, dus ik, en de manier waarop hij naar over onderzoeksdesigns dacht, daar heb ik wel veel van geleerd. Dat ik ineens dacht, ja, maar zo moet het. Gewoon dat theoretische design denken, het scherp doordenken van. Maar met hem kwam je wel eens in aanmerking toen je naar de UvA ging, hè? Nee, toen zat ik er al. Hij kwam later binnen dan ik daar, dus dan ik. Dus, en hij werd daar gelijk min of meer hoogleraar en ik UAD. Dus ik heb een wat slow motion carrière natuurlijk achter de rug. Hij was zo'n snelle, jonge hoogleraar. Ja, ik ken hem ook. 32e al, geloof ik. Ja, hij was voor mij toen ik interviewde hem destijds voor intermediair als jongste hoogleraar, geloof ik, in de psychologie. Ja. Zo leerde ik hem kennen. Ik wil niet propageren dat het een stijl is van
leiding geven als hoogleraar. Ja. Want dat vind ik uiteindelijk niet. Maar ik had er zelf persoonlijk wel veel aan. Omdat ik juist tot dan toe vind ik niet al te zeer dat soort voorbeelden gehad. Daarvoor zat trouwens een Duits hoogleraar, Michael Frese. En die had ook al iets van meer van die stijl, waar ik het toen dan nu over heb. Dus misschien zo geleidelijk aan groeide ik daarin. En ik dacht, ja, dat is wel de manier van denken. Je bent wel een tijdje de wetenschap uit geweest, na je promotie. Ja. Als ik het goed zag in je cv, ben je naar de PTT gegaan? Ja, en dat was eigenlijk ook een min of meer gedwongen stap, omdat ook toen de arbeidsmarkt voor wetenschappelijke posities heel erg slecht was. Ja. En ik moet eerlijk zeggen dat ik na die promotie ook wel dacht, goh, laat mij nou maar eens even ruiken ook aan wat er elders te vinden is. Ja, ja. En misschien vind ik dat ook wel heel erg leuk. Ja. Dus toen kon ik projectmanager worden bij de toenmalige PTT, heette het, nu KPN. Ja, ja. En daar kreeg ik een soort tussenpositie tussen de psychologen, de bedrijfspsychologen daar. En de onderzoekers. Er zat een onderzoeksgroep in Groningen. En die deden onderzoek naar selectie van nieuw personeel. Dus intelligentietesten, assessment centers voor het screenen van leidinggevenden. En ik had daarin een soort tussenrol. Enerzijds dat onderzoek stimuleren en volgen, maar niet zelf helemaal uitvoeren. Deels was ik daar wel erg bij betrokken. En aan de andere kant ook het adviseren van de bedrijfspsychologen. Dus in die functie zat ik. En dat deed je fulltime dan? Of was het ook part-time? Toen was het 4 dagen per week. Toen waren mijn kinderen inmiddels wat zaten op de lagere school allemaal. En toen ging dat. En wat ik in die tijd veel gedaan heb, is assessment centers draaien met de top van het bedrijf en dan de hele jonge aanwas van academici die dan... Dus je bent in de praktijk echt die ANO-kant opgegaan? Klopt, ja, zeker. Ja. En omdat ik natuurlijk in mijn onderzoek was, mijn promotieonderzoek was gericht op vrouwen en discriminatie voor vrouwen en selectie. Maar daarmee zat ik natuurlijk gelijk in het selectieonderwerp. Ja, dus om die reden kreeg ik ook bij KPN toen werd ik betrokken bij die selectie juist. Ja. Toen je bij de PTT of KPN werkte, miste je toen de academie ook? Of enorm. Na 4 maanden dacht ik, had ik nooit moeten doen. Maar dit ga ik wel volhouden. Ik zat toen in de redactie van het Nederlandstalig tijdschrift Gedrag en Organisatie. Ja. Daar zat toen ook nog mijn promotor, Van der Vlist in. En Henk Thierry trouwens ook, vanuit Amsterdam. Dus die kende ik al goed. Ja. En toen heb ik ook op een gegeven moment tegen René van der Vlist gezegd, ja, ik voel me diep ongelukkig bij die KPN. Ik vind er helemaal niks aan. Ik wil niet zeggen dat het me niet boeit, maar... Ja. Ik vond het voor mezelf op een gegeven moment te weinig uitdaging. Ja. En toen was er Charles de Wolf uit Nijmegen. Ja, ook weer hoogleraar ANO. Die had dat gehoord. Ja. Ze hadden toen ineens daar een vacature en is toen nog naar Amsterdam gekomen. Den Haag. Nee, Den Haag was dat geweest. Om met mij te praten over een functie daar. Maar ja, ik had 3 kleine kinderen, 1 de lagere schoolleeftijd. Ik dacht, oh my god, ik moet naar Nijmegen. Ja. Mijn partner zat ook helemaal vast in Leiden. Ik kon echt daar niet weg. Dus ik dacht, hoe moet ik dit gaan doen? Dus toen heb ik noodgedwongen toch nee moeten zeggen, om die reden. Ja. Maar toen ben ik wel blijven zoeken en alle... Nou ja, toen eigenlijk de eerste kans die zich voordeed, was toen ineens een vacature. In Amsterdam bij Henk Thierry ook. Aan de UvA. Ja, en daar werd je aangenomen uiteindelijk. Universitair hoofddocent. Universitair docent. Ja, ja. Want ik had natuurlijk toch wel een gat van bijna 3 jaar. En in die periode... Een academisch gat. Dus ja. Geen pensioen gehad, maar een academisch gat. Ja, en in die tijd nam de hele pressie op publiceren natuurlijk enorm toe. Ja.
Waar ik ook voorstander van was, hoor. Maar ja, ik had nog niet dat cv zo op die manier kunnen opbouwen. Ja, want ja. Ik begon pas met publiceren. Er een moment, want ik heb toen mijn proefschrift ook omgezet naar publicaties. Op het moment dat ik aan de UvA kwam of iets daarvoor begon ik daarmee. Ja. Dus ook nog in de KPN-tijd heb ik daarnaast geprobeerd om toch daaraan te werken. Nee, dus ik ben ook in een UD-functie begonnen. Ik moest mijn hele onderzoek weer helemaal van vooraf aan opbouwen eigenlijk. En je werd 2005 werd je bijzonder hoogleraar. Ja. Loopbaan, competenties. Ja, dat had te maken met, eerst natuurlijk UHD geworden, op grond van het onderzoek wat ik tot dan toe had gedaan. En dat zat allemaal in de richting van, ook wel weer onderwerpen zoals discriminatie van vrouwen, loopbaan, ontwikkeling van vrouwen. Daar begon het mee, maar dat heb ik later uitgebouwd naar bijvoorbeeld onderzoek naar uitdagingen in het werk. Dus vanuit de vraagstukken, want op een gegeven moment ben ik me gaan afvragen, zitten er misschien ook aan de kant van de vrouwen zelf barrières? Zou het kunnen zijn dat ze bepaalde uitdagingen niet aangaan? Ja. Dus toen ben ik helemaal in dat thema gaan zitten, maar dat is natuurlijk een breed thema wat voor iedereen interessant en belangwekkend is. En zo ben ik eigenlijk in dat loopbanenonderwerp terechtgekomen. Ja. En ik deed ook vanuit mijn, dat is dan wel een erfenis van de KPN-tijd, onderzoek naar persoon-omgeving fit. Ja, dus hoe passen mensen in de context van organisaties, in de context van bepaalde functies? Is er sprake van een passing en wat is die passing dan precies? En dat heb ik opgedaan in mijn KPN-tijd, omdat ik toen te maken kreeg met assessment centers en dan werd er heel erg op meer intellectuele dingen gelet. Terwijl ik eigenlijk in de gesprekken die ik voerde met mensen, want dan moest ik ze feedback geven op hun assessment uitslagen. En dan zag ik soms aan de reacties van mensen dat ze soms heel opgelucht waren. Dat ze bijvoorbeeld de managementfunctie die ze hadden, ze werd afgenomen of dat ze niet kregen. En dat ze eigenlijk reageerden met het idee van, wat gelukkig. Het is ook echt geen functie waar ik me in thuis voel. Of ook niet een context waar ik in wil werken. En toen dacht ik, dat is het eigenlijk. Heeft dat ook, zeg maar als ik nou heel erg aan het psychologiseren ben, hè? Herkende je daar misschien iets van die nonnen die tegen jou zeiden jij fit hier niet of zo? Je mag niet dat doen waar je diepste wens, dan word je belemmerd. Komt daar die belangstelling voor specifiek dit onderwerp bij jou vandaan, denk je? Dat zou kunnen. Nogmaals, het maakte bij de KPN wel indruk op mij. En wat ook indruk op mij maakte, is mijn eigen niet-fit ervaring in die KPN-tijd. Het was niet alleen dus dat ik vond dat ik intellectueel niet langer uitgedaagd werd. Ja. Want op een gegeven moment, dan zit je alles aan mensen te vertellen hoe het moet. Maar zelf leer je niks meer. Dat vond ik heel jammer. Ja. Maar ook letterlijk het gevoel, ik pas niet in deze cultuur. Het was ik kwam daar in een periode waarin er een enorme cultuurshift plaatsvond. Hè, van een geprivatiseerde organisatie naar een meer gericht op commercieel, business-oriented omgeving. Ja. Maar daar sloegen ze in door. Dus mensen werden op staande voet ontslagen, dus ook hogere management, op een echt keiharde manier, harde selectie. Managers, type managers werden aangetrokken, van die rauwdouw, jongens vooral. Dus al het intellectuele vloog eruit, wat er in die periode bij KPN wel was. En ik dacht, ik pas niet. Ik voel me diep ongelukkig in deze context. Was je niet gemotiveerd om dat misschien ook te willen veranderen daar? Of zat je daarvoor niet in de positie om dat echt Dat is een hele interessante, want daar heb ik later in mijn onderzoek ook nog wel mee te maken gehad. Maar
Ik denk wel dat ik dat geprobeerd heb. Sterker nog, ik heb nog wel eens gesolliciteerd op een leidinggevende functie. Maar toen werd er tegen mij gezegd, nee, dat moet jij niet gaan doen. Want ze hadden natuurlijk ook al door dat ik te veel intellectuele belangstelling had. Uiteindelijk dacht ik, uiteindelijk kan ik me niet aanpassen aan deze context. Dit is toch een ding waar ik last van blijf houden. Ja. En ik ben niet bij machten om die omgeving echt te veranderen. Dus, en op het moment dat je dat constateert, denk je, ik moet hier absoluut weg zijn. Ja. Dus dat heb ik toen ook gedaan. Zo, dat mensen niet passen in een bepaalde werkomgeving, is dat een bron van heel veel ellende die je nu ziet met personeelstekorten, burn-outs of ja, eigenlijk is op dit moment de tijd gunstig. Want mensen hebben nu veel meer kansen om die omgeving te zoeken die wel bij ze past, zou ik maar zeggen. Dus maar in een periode juist dat er, hoe zeg je dat, een krapte is aan banen, dan zitten vaak mensen locked in een bepaalde situatie en komen ze er niet meer uit. En dat zijn hele vervelende situaties waar ze... Ja, ik heb zelf kunnen ervaren hoe je ervan kunt lijden. Ik had er echt last van. En waar dat uitte zich in? Nou, want ik ben wel een fighter, maar wel na het einde van ieder weekend denken, oh my god, morgen moet ik er weer naartoe. Dat gevoel. Gewoon te veel tegenzin ervaren. Ja, en heel erg proberen om in dat werk toch mijn eigen dingen te blijven doen. Dus bijvoorbeeld dan had je die onderzoekers in Groningen. En deden daar wel leuk onderzoek naar de financiële opbrengsten van testen. Wel echt wel leuk. We hadden daar van die postindexeerders. En dan deden we allerlei testjes met die mensen. En dan kon je uitrekenen wat dat feitelijk opleverde. Het leverde miljoenen op voor zo'n bedrijf. Nou ja, daar ben ik toen ook over gaan schrijven. Dus ik merkte steeds dat ik dan zocht in mijn werk toch weer naar die kans om dat naar me toe te trekken. Dat soort klussen. En daarover te schrijven. Dus dan ga je proberen je eigen baan te creëren. Maar dat is natuurlijk op een gegeven moment niet meer vol te houden. Want dan gaat dat opvallen en dan worden er andere eisen aan je gesteld. Dus uiteindelijk moet je dan weg zijn. Dus dat. Je voelde je in elk geval een stuk gelukkiger aan de universiteit weer. Onmiddellijk. De autonomie, de vrijheid, dat kunnen doen wat je interesseert. En 2007 werd jij gewoon hoogleraar, organisatiepsychologie. Had je ambitie om hoogleraar te worden? Ja. Vertel er eens iets over. Is het, zeker. Ja, wanneer wist je dat? Dat je echt hoogleraar wilde worden? Eigenlijk op het moment dat ik al als UD aankwam aan de UvA, dacht ik. Ik wil niet zeggen dat ik dacht, ik moet hoogleraar worden. Nee. Maar wel een soort van zelfsprekendheid. Van natuurlijk ga ik dat wel willen worden. Of ik wil als vrouw laten zien dat ik dat speelt dat mee of zo? Dat. Ja, dat zal zeker ook een rol hebben gespeeld. Omdat ook toen natuurlijk heel zichtbaar werd dat vrouwen wel degelijk meer moeite hadden om in die posities terecht te komen. En daar heb ik zelf onderzoek naar gedaan. Ik wist ook de mechanismes daarachter. Dus dat, en ik zag het ook om me heen gebeuren. Ik was actief in de Emancipatiecommissie. Wat ik zei, ik heb een stichting opgericht, de Beauvoir-stichting, om vrouwen... Naar Simone de Beauvoir neem ik aan. Simone de Beauvoir-stichting, om via subsidies door bedrijven, ik heb toen ook geld weten in te zamelen, om vrouwen in bijzondere leerstoelen te benoemen. Dat heb ik ook gedaan. En dat lukte ook. Dus dat deed ik allemaal daarnaast. En dan is het natuurlijk een beetje idioot als je niet zelf. Voor mij was het een vanzelfsprekendheid
dat dat een ambitie is. Er was ook onderzoek bekend dat als je aan vrouwen, jonge vrouwelijke wetenschappers vraagt, denk je dat je hoogleraar wordt? Dat vrouwen allemaal geneigd waren te zeggen, nee, dat zal dan niet weggelegd zijn voor mij. Ja. Terwijl jonge mannen zeggen, ja natuurlijk word ik dat. Ja. Dus ja. Dat... Ik denk dat dat natuurlijk allemaal wel impliciet gespeeld heeft. Maar ja. Ik denk ook dat ik altijd als kind ook al een soort drang heb om verder te komen, verder te komen, verder te komen. Ja, dat ook. Ik weet niet, was de titel van jouw oratie nou Dynamische Loopbaan? Of heb je een boek? Het boek is Dynamische Loopbanen, waarbij ik dus juist zoek een beetje naar... Een slordige aantekening had ik gemaakt. Ja hoor. Maar waarbij ik juist zoekende ben naar, want ik vertelde je al, ik deed onderzoek naar persoon-omgeving fit. En dat is natuurlijk super belangrijk. Mensen moeten passen op een plek. Om meerdere redenen is dat belangrijk, maar... het nadeel daarvan, en die reactie kreeg ik ook altijd, van ja, maar dan stimuleer je eigenlijk dat mensen op een gegeven moment gefixeerd raken in een bepaalde positie. Ja. Blijf je zitten waar je zit. Ja. Ja. Ontwikkel je niet meer verder. Sterker nog, mensen zeiden tegen mij, vaak kreeg ik dat van journalisten als reactie. Maar dan stimuleer je toch eigenlijk... ook wel weer discriminatie, want dan ga je mensen bijvoorbeeld buitensluiten ook voor bepaald type functies, want dus je krijgt een raar soort mechanisme. Daar heb ik wel erg over moeten nadenken, dat natuurlijk ook die kant in zich heeft. Ja. Dus toen ben ik ook geleidelijk aan meer naar de onderzoekskant van die employability toegegaan en gezegd van... Ja, wij moeten ons ontwikkelen. Ik merk aan mezelf dat ontwikkeling voor mezelf heel belangrijk was. Dus hoe kun je nou in een passende baan er toch voor zorgen dat je wel verder gaat? Dat je je wel blijft zoeken en verbreden. En niet denkt van, yes, nu zit ik hier en hier blijf ik zitten. Want dat is natuurlijk ook niet... De wereld om je heen gaat sneller. Dit wordt ook een valkuil voor heel veel mensen. Dus daar heb ik dat boek toen over geschreven, ja. Heb je zelf een dynamische loopbaan? Ja, ik vind van wel. Ja. Dus ook, is ook wel weer wat autobiografisch dan? Zeker wel, ja. Nee, ja, hij is dynamisch omdat ik toch die stap wel even gehad heb naar het bedrijfsleven. Ja. Daar ben ik altijd nog wel dankbaar voor geweest. Ja. Ik heb er in mijn onderwijs ook veel aan gehad. Ja. Je kon studenten ook goed vertellen over hoe het echt gaat in zo'n bedrijf. Daar heb ik heel veel van geleerd. En dus ook zo'n negatieve periode, daar leer je heel van. Maar dynamisch, wat dynamisch denk ik ook aan mijn wetenschappelijke loopbaan is toch wel dat ik me met heel veel onderwerpen heb bezig gehouden. Je ziet bij collega-hoogleraren soms... Ja. Dat die zich heel expliciet specialiseren. Steeds meer weten van steeds meer. Precies. In één domein. Ja. Dan blijven ze maar op publiceren. En ik merkte toch wel iedere keer bij bepaalde onderwerpen zocht ik toch steeds weer een zijstap. Je hebt ook gepubliceerd over intelligentie. Intelligentie. Rechtvaardigheid. Zelfregulatie zag ik. Zelfregulatie. Ouderen. Coaching. Coaching nu tegenwoordig. Loopbaanadvies. Normoverschrijdingen van mensen. Ik heb me verdiept in... ik heb natuurlijk veel veldonderzoek gedaan, maar ook veel experimenteel onderzoek. Ik ben me ook blijven ontwikkelen in methoden en technieken. Want dat is voor de ANO-psychologie heel belangrijk. Ja. En ik vind dat ook echt een verschil met de... Niet alleen voor de ANO-psychologie, volgens mij. Maar. Voor alle wetenschap, maar ik vind wel... Dat is toch het stutten van waar... Jawel, maar ik zie bijvoorbeeld in de sociale psychologie... die toch nog wel vaak ook meer gestoeld is op de experimentele type onderzoek. Daar zie je die vernieuwing niet zo plaatsvinden. Maar bijvoorbeeld in mijn veld, nogmaals de statistiek... de ontwikkelingen daarin, methoden en technieken... enorme vlucht genomen. Ja. Dus ook geavanceerde type statistiek. Ik ben dat blijven volgen en doen. Waardoor je ook gek genoeg veel dingen leert en daardoor nieuwe onderzoeksgebieden worden aangeboord. Dus dat in die zin vind ik mijn eigen loopbaan heel dynamisch.
Ik las dat je in de voorbereiding dat je iets van 200 wetenschappelijke publicatie, artikelen, ja, boekhoofdstukken op je naam hebt staan. Ja. Mede op je naam, dat is tegenwoordig allemaal teamwerk natuurlijk. Ja. Maar ik kwam een interview met jou tegen in het vakblad Loopbaanvisie. Ja. Ik kan bijna mijn eigen handschrift lezen. En ik las een citaatje, ik leg je een citaatje voor. De kern van schoonheid is voor mij subtiliteit en eenvoud. Ook in mijn werk ervaar ik schoonheid. Ja. Als jij nou, wat springt er in jouw werk uit qua schoonheid? Nou, de schoonheid. Qua eenvoud, qua ja. Waar kijk je dan met heel veel voldoening op terug? Een artikel, misschien een promovendus die je begeleid hebt met een bepaald onderwerp. Een inzicht wat je uitgewerkt hebt. Oh ja. Nou ja, wat ik schoonheid in de wetenschap vind, is dat je soms op heel ingenieuze wijze bijna op een makkelijke manier, maar dan heel, heel diep goed nagedacht, en dat heb je natuurlijk wel vaak in experimenten ook, dingen kunt zo kunt manipuleren dat daar mooie resultaten uit voortkomen. Dus gewoon een soort superslimheid in al zijn eenvoud. Dus door een heel simpel design een soort belangrijk diep mechanisme ontdekken. En in je eigen werk, ben je daarin geslaagd ergens? In een... Nou ja, ik heb ook, en dan zit het ook wat meer in de experimentele sfeer. Ik heb eens een onderzoek gedaan naar hoe mensen, bijvoorbeeld die willen gaan een baan zoeken, ja, hoe ze dan informaties in advertenties bekijken. En dan vanuit dat idee van dat ze moeten passen in een baan. Mensen zijn op zoek naar een fittende baan. Hè. Dat is het doel. Maar wat doen ze dan precies met die informatie? En toen vind ik zelf dat ik ook best wel iets ingenieus heb bedacht. En dat heeft toen een AIO uiteindelijk uitgevoerd. Door een bepaald simpel design ook, waarbij ze steeds maar wisselende teksten voorgelegd kregen. En toen was de statistiek ook, ja, die begon toen geavanceerd al te zijn. Maar waarbij we precies konden traceren op wat voor soort informatie ze uiteindelijk aanslaan. En dan geneigd zijn om zich door dat type informatie te laten leiden in dat keuzeproces. En ik vond dat ik dat design slim en tegelijkertijd eenvoudig had. En daar was ik zelf wel trots op dat ik dat zo had uitgedacht. Ja. Om verdieping te kunnen vinden in, ja, maar wat gebeurt er nou in dat hoofd? En had dat nog een praktische toepassing ook? Of was dat puur een... Zeker. Want een van de dingen die ik vond, kijk, bij een baankeuze gaat het eigenlijk om twee dingen. Je wil een baan die voldoet aan je behoeften. Maar je wil vooral ook niet een baan die niet voldoet aan je behoeften. Dus het heeft raar twee soorten kanten. Dus je moet kiezen tussen de baan van je keuze, maar ook alert zijn op, maar het zijn dingen die ik absoluut niet wil, dus die baan moet ik niet nemen. Zelfs in tijden dat de banenmarkt slecht is. En dan wat blijkt nou in dat keuzeproces, dan zijn mensen heel sterk geneigd om vooral die informatie te pakken, want dat had ik van tevoren getest, welke informatie voor hen belangrijk was, van de dingen die ze heel graag willen. Dus ik zoek naar een baan die daar en daar en daar aan voldoet. En ik wist ook waar een baan niet aan moest voldoen. Maar bij het bestuderen van de informatie en informatieverwerking negeerden ze de componenten, als het ware, waar ze niet aan, die niet bij hen pasten. Ja. Nou, dat vind ik een hele belangwekkende uitkomst. Dus wat je tegen mensen moet zeggen is, oké, je bent op zoek naar iets wat je graag wil, maar dat leidt ertoe dat jouw hele keuzeproces daarop gericht is. Kijk nou ook kritisch naar de dingen die je niet wil.
En laat dat ook vooral meewegen. Want dat leidt uiteindelijk dan tot een betere fit met jou. Zeker. Ik vind het om die reden interessant, omdat we weten dat in het algemeen geldt dat als mensen negatieve informatie krijgen, dat negatieve informatie zwaarder weegt. Ja, ja. Maar dat geldt dus niet als je een doel nastreeft. Hè, het zoeken van een baan van die je graag wilt. Want dan wordt het als het ware positief. En dan gebeurt er iets in die hersenen. Het wordt als het ware positieve informatie natuurlijk. Precies. Dan ga je veel meer focussen op die positieve informatie. Ja. Ja. Ik vind dat een boeiend... dat vind ik een hele belangrijke uitkomst. Ja. Heb je veel promovendi begeleid? Ja, maar ik ben natuurlijk ik ben een late starter, hè, wat betreft wetenschappelijke carrière. Ik was 37 toen ik uiteindelijk weer, toen ik begon feitelijk. Ja. Hè? Dus op mijn 37ste ben ik als UD begonnen. Ja. Dus eer dat je dan promovendi gaat krijgen, en dan was het ook nog wel eens lastig met financieel en in de ADO-sfeer. Is dat ook niet altijd makkelijk. Dus ik denk, ja, als je nu kijkt naar jonge hoogleraren, die bouwen dan zo'n hele groep promovendi op. Maar wel promovendi die ook allemaal op verschillende soorten onderwerpen zitten. Ja. En dat vind ik ook heel boeiend. Ja. Ja. Ik las ook nog dat je je bezighouden met inzetbaarheid van oudere werknemers. Ja. Gaan we langzaam aan de afronding toe. Ja. Heb je daar nog iets belangwekkends over ontdekt? Ik denk dat ik een stereotype behoorlijk omver heb gehaald. Namelijk, uit al mijn onderzoek blijkt dat er een enorme misvatting is. Namelijk dat ouderen dus aan het einde van hun carrière, zou ik maar zeggen, niet zo graag meer willen, geen verandering meer willen en allemaal dat soort dingen, niet gemotiveerd zijn om zich te ontwikkelen. Absoluut niet waar. Ik heb meerdere onderzoeken gedaan waar het steeds weer blijkt dat het diepe flauwekul is. En sterker nog, ik heb op een gegeven moment een onderzoek gedaan bij de Belastingdienst, waarbij mensen, ouderen, gedwongen waren om van omgeving of functie te veranderen door reorganisatie. En ik heb kunnen vergelijken de ouderen die dat hadden meegemaakt en de ouderen die dat niet hadden meegemaakt. Ja. En de ouderen die dat mee hadden gemaakt, die raakten als het ware nog gemotiveerder om zich verder te ontwikkelen. Dus mijn stelling is eigenlijk, draai het om. Ja. Juist ouderen motiveren. En mijn laatste onderzoek is met Zweedse onderzoekers. Ja. Grote dataset over meerdere Zweedse organisaties. Daar hebben we gekeken hoe reageren ouderen en jongeren in banen nou op reorganisaties, gedwongen baanverandering. Ook daar zie je dat ouderen niet verschillen van jongeren. En ook geen gezondheidsproblemen ontwikkelen. En bijna integendeel, want een van de belangrijkste dingen in situaties van verandering is dat mensen natuurlijk kunnen kopen, om kunnen gaan met stress. En wat we zien, en wat ook uit de literatuur blijkt en wat ik in mijn eigen onderzoek vond, is dat integendeel oudere werknemers dat vaak beter kunnen dan jongeren. Die zijn wat meer gewend, weten wat sneller hoe ze daarmee om kunnen gaan, hebben hun weg gevonden daarin. Ja. Dus dat, ook dat maakt dat ze uiteindelijk daar beter mee om kunnen gaan. En eigenlijk de grootste belemmering dat ouderen zich niet ontwikkelen, zijn niet de ouderen zelf. Maar, en dat heb ik ook in mijn onderzoek kunnen aantonen, de leidinggevenden die een soort rare aanname hebben dat ouderen niet willen. Dus die zorgen dan voor een niet fitte van de arbeidsomgeving op dat. Precies, die nemen aan, oh, mijn oudere werknemers in mijn groep, die zijn tevreden, die hoeven zo nodig niet.
Daar hoef ik eigenlijk niet zoveel aan te doen. En die zullen wel niet willen. Die zullen niet op cursussen willen of andere dingen. Ja. Of functieveranderingen. Of, een soort stereotype vooroordelen. Absoluut. Ja. En dat heb ik in een... Ja. Nou, ik heb veel in mijn laatste jaren, dat noemen we multilevel onderzoek. Ja. Waarbij ik zowel kijk naar de mensen zelf als hun omgeving. En ik kon letterlijk aantonen dat mensen die dat soort leidinggevenden hadden... ook inderdaad zich niet verder ontwikkelde. Ja. Of ook zelfs dat de interesse daarvan ging dalen. Ja. Dus dan zie je hoe meer het de omgeving is en niet de mensen zelf. En ik denk dat... Nou, dat zijn hele belangrijke bevindingen ook, denk ik. Ja. Ja. Laatste vraag. Je zit weer op de middelbare school. Je doet eindexamen, je staat weer voor de studiekeuzes. Zou je weer kiezen voor... pedagogiek of onder... Ik zou nooit gekozen hebben voor pedagogiek. Had je liever eerder gekozen voor psychologie? Of? Ja, ik blijf psychologie wel een heel interessant vak vinden. Ik ben ook heel blij met de huidige psychologie. Waarin toch veel meer verdieping is en er meer kansen zijn. Alles op het gebied van hersenonderzoek vind ik ook heel interessant. Hij heeft wel zijn beperkingen, vind ik trouwens. Ik heb natuurlijk later ook wel eens gedacht... Ik zou mezelf ook nog wel in een laboratorium hebben kunnen zien zitten. Als scheikundige? Dus bijvoorbeeld. Vind ik ook heel interessant. Ja. Dus, en ook het medisch onderzoek. Ik had nooit arts willen zijn. Ik werk nu veel met artsen in mijn laatste onderzoek naar coaching. Maar het medisch onderzoek, dat type onderzoek, had ik ook heel boeiend gevonden. Ben je zelf ook actief als coach? Ik ben wel actief geweest in de certificering van coaches. Van loopbaancoaches? Dus die gecertificeerd moeten worden. Dus door praten met ze, dossier doornemen. Ja, een soort selectieachtige situatie. Dus dat wel. Ja. Maar je kijkt met al met al terug met voldoening op jouw dynamische loopbaan. Ja, zeker wel. Die nog lang niet ten einde is. Nee, ik ben nog steeds bezig. Ik begeleid ook nog steeds promovendi. Ook heel, heel leuk, interessant onderzoek. Echt waar. Ik denk wel, ik bedoel, ik begin de 70 te naderen en dan daarna moet ik wel ook wel weer een beetje keuzes gaan maken. Ik weet niet of ik zo... De afgelopen jaren ben ik bijna fulltime nog steeds bezig geweest. En ik denk dat ik dat wel een beetje ga afbouwen. Omdat ik ook denk, ik wil weer meer andere dingen gaan lezen. Met andere dingen bezighouden. En ik vind kleinkinderen ook heel belangrijk. Die rol vind ik ook heel erg belangrijk. Dankjewel voor het gesprek. Oké, dankjewel.